Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer iets testen. Ik ben bij een markt geweest en ik heb daar iets gekregen. Ik vind het super cool, want ik wilde er heel lang een. Maar ja, ik heb het nooit echt gekocht, zeg maar. En dat is een typemachine. Dit is een elektrisch typemachine. Super cool, maar ik ga samen met jullie kijken hoe het werkt. Of het werkt, misschien werkt het wel helemaal niet, zou jammer zijn. Maar dan is het gewoon leuk om even te bekijken hoe alles in elkaar zit. Dus dat gaan we vandaag samen doen. Oké, dit is hoe het er tot nu toe uitziet. En het is een grijs ding. En er zit hier aan de achterkant een snoer. En dat moet je gewoon in stopcontact doen. Je hebt hier een klepje. Je hebt hier een klep. En je hebt hier een klep. En dan heb je dus dit. Zo ziet het er nu uit. Echt super gaaf en apart. Hier, zoals je misschien een beetje kunt zien, staan instructies van hoe het werkt. Er zit gewoon een lint in als het goed is. Ik ben heel benieuwd of het werkt. Maar hij is elektrisch, dus dat dus. En ik ga hem heel even aanzetten. Oké, hij staat aangesloten. Ik heb echt totaal geen idee wat ik moet doen. Er staat hier een beetje een instructie. Daar gaan we even op inzoomen. Dit is wat de instructie dus is. Code plus Morgan Wright. Waar is dat? Ik heb geen idee. ik weet zo niet wat het is. Hoe werkt dit? Of code staat hier. Morgan Wright. Dat is ook purpose? Oh ja. Is dit? Ik ga even uitzoeken hoe het werkt, want ik heb echt daadwerkelijk geen idee. En dan ben ik straks bij jullie terug. Wow, ik heb een knopje om de nek. Er staat hier natuurlijk off en hoe je hem aan en uit moet zetten. Maar ik kon die knop helemaal niet vinden. En ik druk op dit knopje. Ik heb hem gevonden. Hij zit hier aan de achterkant. En er gebeurt één magisch ding. Moet je kijken. Oh. Dat vind ik echt heel eng. En hij doet van alles. We gaan het gewoon proberen. Waarschijnlijk werkt het niet eens zo of zo. Dan doe je dit. Dan zit hij erin. Nee, wacht. Dat doe ik verkeerd. Hij moet hier tussen. Zit dat soms nog? Oh, kijk, zonpot. Dus dit. Ja! Zo, oh, sorry, ik ben heel blij. Wacht, ik typ even een woord. Hij doet het. Oh, god, kijk hoe cool. Ja, sorry, ik ben een beetje enthousiast. Kijk. Feest. Oh, dit vind ik heel leuk. Maar wat ik niet snap, hoe begin je bovenaan met typen? Wat is dit? Wat is dit? Ik heb geen idee. Nou, dit klopt in ieder geval niet. Nou, dit vind ik wel heel cool. Ook nu ga ik er even uitvogelen hoe het werkt en dan ben ik weer terug bij jullie. Oké, we zijn weer een stap verder. Ik heb het weer uitgevonden. Je stopt dus niet het blad hiervoor, maar je stopt het hierachter. Je draait dan deze... oh, dan moet ik iets verder erin. Je draait dan deze knoppen. En dan komt hij hier tevoorschijn. En dan kan je deze hier zo voordoen. Dan kan je gaan typen. Dus laten we het gewoon maar weer eens eventjes proberen. Oké, ik heb even ingezoomd. Oké. Hoi. Wat leuk. Oh, kut. Nou heb ik de typfout gemaakt. Ja, dat kan je natuurlijk niet veranderen. Oh, kut. Oké. Zien jullie dat? Oh, ik vind het heel erg leuk. Wauw. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Ik vind het super leuk. Ik ga nog even verder. En ik kom straks met mijn eindoordeel. Zo, we hebben hem nu dus getest. En we weten een beetje hoe het werkt. Nog niet allemaal. Het zit echt knop op waarvan ik denk, waar zijn die voor? Nog steeds weet ik ook niet hoe je een enter doet. Want als ik op een enter knop op de computer zoals hij eruit zit hierop klik, maakt hij een of ander vaag geluid. En dan... En dan zit iets in mijn haar. Kijk, ik kan het wel even voordoen. Maakt hij dit geluid?
want dit is niks meer. Dan moet je hem even uitzetten en als je hem dan weer opnieuw aanzet, doet hij het wel weer naar de volgende regel. Maar dat is natuurlijk niet hoe het hoort, denk ik. Je kan ook hoofdletters doen, uitroeptekens en als je een typfoutje hebt gemaakt, kan je dat natuurlijk niet weghalen. Maar dan doe je gewoon shift en dan op de 2 en daar staat dan een soort schuin streepje en dan maakt het door de verkeerde letter een schuin streepje heen. Dus dan weet je dat het fout is. Ja, het is echt super leuk. Hoofdletters kunnen ook gewoon. Ook met een shift en dan gewoon dat. Of een caps lock knop. Het is echt super super gaaf. Je kan ook 1,5%, comma, punt. Ik kan alleen de uitroepteken niet vinden. Het kan zijn dat die er vroeger nog niet was ofzo. Ik weet trouwens niet hoe oud deze is. Het is van het merk Olivetti. En ik vind het super gaaf. Ik zal nou even een paar van die zinnetjes laten zien. Dat je ziet wat het voor mogelijkheden heeft. Je hebt hoofdletters, comma's. Bijvoorbeeld, hier heb ik allemaal letters door elkaar gedaan. Hier heb je bijvoorbeeld dat streepje. Sorry voor mijn nagels, echt lelijk. Hier had ik een i gedaan en toen heb ik er een streepje door gezet. Gewoon een punt. En hier heb je de halfjes en de komma's en de hekjes en plusje. Sorry dat het een wat kortere video was, maar ik was super excited zoals ik al zei. En ik wilde er heel graag een video over maken en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Hij was daardoor wel een stuk korter dan normaal. Sorry daarvoor. Maar vond je de video toch leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei!